Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Michel en dit is Met een Zachte G. Als je goed kan dromen, is het echt. Deze prachtige woorden komen samen in de drie boeken van onze gast van vandaag, Guusje Slachter. Guusje, van harte welkom. We gaan het met Guusje hebben over haar boeken en wat ertoe heeft geleid dat zij haar kijk op de wereld heeft gekregen zoals die nu is. Verder verscheen Caitlin voor de camera in een nieuw item genaamd Gelukt. Ze nemen ons mee naar de Valentijnsmuur. Ik ben benieuwd of Caitlin daar de liefde van haar leven heeft gevonden. Maar eerst ga ik met jou in gesprek. En je hebt ook iets meegenomen. Je nieuwe exemplaar, recentelijk uitgebracht. Kun je wat over het boek vertellen? Ja, natuurlijk. Het was ooit met een heel klein idee begonnen. En dat heb ik samen met de uitgeverij Blossom Books helemaal uitgewerkt tot 70 cynische, sarcastische opdrachten waarin je frustratie kwijt kan. En wat voor opdrachten moet ik dan aan denken? Dingen je kunt in het boek tekenen ook, volgens mij. Ja, ze zijn heel erg bij de hand vooral en heel erg op het randje flauw. Maar bijvoorbeeld een hele mooie auto en teken de poep van alle dieren die er langs zijn geweest erop. En krap met je nagel een bladzijde net zo lang door dat er een gat in zit. En hele bij de hand opdrachten vooral. Oké. Okay. Ja. En voor wie is dit boek nou perfect, ideaal, zeg maar? En waarom? Het kwam eigenlijk doordat ik een willekeurige boekenwinkel binnenliep. En ik zat zelf niet zo lekker in mijn vel. En ik was continu op zoek naar antwoorden van... Waarom zit ik niet op Cloud 9? Weet je, ik mag zulke geweldige dingen doen. Waarom zit ik niet in de zeven hemel? Mm-hmm. En toen zei iemand gewoon heel erg tegen mij van... ja, maar misschien moet je het gewoon ook accepteren dat je even niet zo gelukkig bent. Ja. Toen dacht ik van wow, want ik loop de boekenwinkel binnen. Ik zie alleen maar het pad naar geluk, dit naar geluk. Allemaal geluk, hoe je het kan krijgen. Terwijl het is heel normaal dat je als mens niet 100% 24-7 gelukkig bent. Nee. Het zijn gewoon hormoniale stofwisselingen. En dopamine is ook niet altijd aanwezig. Weet je, wel als je een pilletje voorneemt, maar dan is het ook op. En dan moet je weer opnieuw. Enzovoort. Dus vandaar dacht ik van, hey, er moet ook ruimte zijn om af en toe als gelukkig mens ook ongelukkig te kunnen zijn. Oké. Okay. En dit is ook het derde boek wat je al geschreven hebt. Ja, dat klopt. Waar hou je al die tijd vandaan? Ja, ik ben ook 16 jaar student, hè. Dus nee, okay, ik kan misschien iets inleveren. Misschien was dat het. Ja. Maar oké, en die eerste twee boeken, die sluiten uiteraard ook aan... met te kijken hoe jij naar de wereld kijkt, zeg maar. Ja, ik wil altijd graag mensen bewuster maken van... en altijd even net een andere slag geven aan dingen. En dus het eerste boek was vooral over persoonlijke ontwikkeling... en dan niet meteen op de keuze focussen... maar juist op de informatie ervoor verzamelen. Dus eerst gewoon, ga hem jezelf maar eerst verbreden. De kleine wereldverbeteraar dan. En dan nu dit boek weer even net een andere twist op de hele geluk-obsessie. Nou, erg leuk. Een aanrader voor de kijkers. Wat ook erg leuk is, is een bijzonder spelletje... wat wij iedere uitzending weer doen in onze leuke programma Met een Zachte G. Dat heet het kwartet, het Tilburgs kwartet. Het werkt heel simpel. Je pakt een kaartje en zonder dat je er zelf op kijkt... geef je het weer terug aan mij. Okay. Ik lees voor wat erop staat en vervolgens hoop ik dat je het kent. Okay. En dat je er iets over kunt vertellen. Dus je mag een kaartje pakken. Nou, met 2 jaar in Tilburg moet er misschien wel iets ik hoop dat jij. Hebben. Nou, dit is heel toevallig. De Tilburg 10 Miles. Kun je me daar wat over vertellen? Heb je ooit meegedaan toevallig? Heb je ooit... Ik denk 10 kilometer in Tilburg. Dat klopt. Dat is inderdaad... hier staat beschreven... de Tilburg 10 Miles is het grootste sportevenement van Tilburg... met als hoogtepunt de officiële 10 Miles... waar ieder jaar atleten met internationale allure deelnemen. Oh, wauw. Prachtig verwoord ook, moet ik zeggen. Nou, leuk. Hey, weet je, de tijd is aangebroken dat wij eens even gaan kijken... wat Esmee deze week allemaal wel niet heeft gezien. Dus Esmee, ik wil je van harte uitnodigen naast ons. Welkom. Dankjewel. Ja, ik heb hier 2 hele leuke filmpjes meegenomen. En het eerste filmpje gaat over actrice Tjitske Reiningen. En we gaan even kijken naar een van haar frustratiepuntjes. Mannen in een druk Paul Smith hemd, vind je ook stom. Ja. En 6 weken na je bevalling in je skinny jeans passen. Ken je hem? Ja, ik irriteer me ongelooflijk aan dat de laatste jaren het een soort prestatie is dat je maat 34 hebt na je bevalling. Dat vind ik zo ongelooflijk vrouwonvriendelijk. Dat vind ik je zo ontzettende trut als je dat zegt. Oh. Ja, ik moet zeggen, ik vind het ook heel knap als vrouwen in maatje 34 kunnen zo kort naar de bevalling. Ja, maar ik vond het scheren wat ernaast er komt, vond ik ook wel grappig. Ja, dat is ook een heel leuk stukje inderdaad. Maar ik ben ook wel benieuwd wat jouw persoonlijke frustratie is.
Nou, dat bikinilijn scheren, daar kan ik me wel in vinden van Tjitske. Dus dat je inderdaad... Ik ook? Ja. Oh. Ja? Dat is raar. Nee, dat is allemaal... Ja, dat je dan van de zomer zo meteen weer, weet je wel. En dan heb je over van die rode puntjes en dan jeukt het enorm. En dan moet je maar harsen, maar dat doet tering veel pijn. En, dus inderdaad, de beharing van vrouwen, het zou eigenlijk ook gewoon niet hoeven. Maar ja, ik weet niet hoe ik dat moet veranderen. Ja. Maar ja, dus daar ga ik mee in. Maar ja, een frustratie... Voor de rest, ik kan niet zo goed tegen als mensen append de trein uitgaan... terwijl jij erin moet of haastend eruit moet, zeg maar... dat mensen heel voorzichtig even een appje afmaken... terwijl jouw trein daar staat. Ja. En je moet vertrekken en zo. Dat is mijn frustratie. Oké. Okay. Nou, mijn persoonlijke frustratie is dat vrachtwagens elkaar inhalen... met 1 km/u verschil. Ja. En daar heb ik ook een leuk fragmentje van meegenomen. Dat is inderdaad ook enorm irritant. Vrachtwagenchauffeurs die elkaar met 1 km/u verschil inhalen op de snelweg. Echt, ik hoop dat je stikt in de eerstvolgende bal gehakt... die je uit het vet lepelt, vriend. Nou. Ja, hier kan ik me echt heel erg aan irriteren. En dan hebben we deze week nog natuurlijk een nieuwe uittip. Helemaal in mijn straatje, moet ik zeggen. Vrijdagavond 22 februari wordt de leukste ethisch hits gedraaid... tijdens de ethisch verantwoord in Club Smederij. Het is van 10 tot 3 uur 's nachts en de entree is €12. Nou, dan weet ik net zoals vorige week weer wat ik ga doen aan deze opnames. Dankjewel. Een muur vol liefde en mooiheid. Zo net na Valentijnsdag is het altijd prettig nog even na te genieten van de liefde. En hoe? Caitlin laat het ons zien in een nieuwe Gelukt. Ik sta vandaag in het centrum van Tilburg en het is officieel Valentijnsdag. En of je nu single bent of een liefdespartner hebt, je kunt altijd wel een gelukswens of een lieve wens voor een bepaald persoon opschrijven op de muren die gisteren zijn geopend. En nu ben ik wel benieuwd, zijn de mensen in Tilburg wel op de hoogte van deze muur? En wat betekent liefdesgeluk nu eigenlijk voor hen? Daar ga ik achter komen. Hoi! Weet u al iets over de liefdesmuur die is geopend? Nee. Nou ja, het is eigenlijk gewoon een muur die staat waar je, bij de Korvelseweg en de Bessertring. En je kunt er dan een leuke boodschap of een gelukswens op schrijven. En vooral was de boodschap erachter, liefde is sterker dan haat. Wat vindt u eigenlijk van die gedachte erachter? In die gedachte geloof ik wel. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Dus ik ben nieuwsgierig naar de muur. Ja. Misschien dat u er eventueel dadelijk iets op kan schrijven of hè? Misschien vind jij ook wel leuk. Heb jij misschien een leuke liefdesbrief geschreven? Ja. Ja? Voor wie heb je die liefdesbrief geschreven? Voor mama, stiekem. Ja. Ja, voor mama. Vind je haar heel lief? Wat staat er op jouw brief, Berend? Een rood. Ja. Wat is het? Een rood hartje. Ja? Rood hartje. Hou jij zoveel van mama? Ja. Ah, wat leuk toch. Nou, de liefde zit er helemaal in. Zo dames, wat vinden jullie nou eigenlijk van Valentijnsdag? Ik vind het klierenklare onzin. Waarom vind je dat nou eigenlijk klierenklare onzin dan? Omdat ik vind dat zeg maar... Dat het zeg maar, waarom moet het per se Valentijn zijn om te laten weten dat je verliefd bent? Terwijl dat het elke dag van het jaar ook gewoon kan. Dus jij vindt eigenlijk Valentijnsdag is elke dag? Ja. Ah, tof. En nou is er natuurlijk ook de liefdesmuur op de Bessertring en de Korvelseweg geopend. Weten jullie daar ongeveer een beetje iets van af? Of? Nee, helemaal niks. Nee? Ja, ik woon in Tilburg, dus ik weet het wel. Die twee dames komen hier niet vandaan. Het is een leuk initiatief en ook gewoon heel leuk dat de positieve energie wordt verspreid. Wat doen jullie hier in de stad vandaag? We gaan aan de KFC. Dus voor jullie is het eigenlijk een beetje vrienden Valentijnsdag? Ja. En hebben jullie niet stiekem een oogje op iemand? Of zeggen jullie van nee, we houden toch liever op vriendschap? Nee, ik heb geen oogje op iemand hoor. Nee, ik heb ook op niemand een oogje. Ah, komt altijd later toch wel. Gewoon het single leven, net als ik. Komt prima. Eigenlijk nog iets doen met Valentijnsdag? Oh ja, zeker. Ik ga vanavond nog uit eten. En met wie ga je uit eten? Met mijn vriendin. Oh, zo. Ga je nog iets speciaals doen voor je vriendin? Ja, ik vind eigenlijk uit eten gaan al heel speciaal. Misschien dan ook een filmpje gaan pakken.
En heb je eigenlijk al iets op de liefdesmuur misschien voor haar geschreven? Liefdesmuur? Ja, op de Korvelseweg hier in Tilburg, of op de Westring, daar heb je een soort liefdesmuur. En dat kun je wens opschrijven, of een gelukswens, dus in jouw geval voor je vriendin. En ja, dan straalt het een beetje positiviteit uit. Dus misschien een ideetje? Ja, dat is eigenlijk, klinkt eigenlijk wel erg leuk. Het is toch een soort extra cadeautje eigenlijk voor inderdaad toch een soort extra cadeautje waar ik dan geef, ja. Dus, jij gaat iets opschrijven? Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. Nu ik Tilburg heb verteld over de liefdesmuren, ga ik zelf even een kijkje nemen bij de tweede muur. En misschien dat mijn liefdeswens ook wel in vervulling gaat. Ik sta hier nu bij de tweede muur op de Westerring. En zoals je kunt zien zijn al heel veel mensen me voorgegaan. Ook internationale mensen dus. De liefde zit er goed in. En nu ga ik mijn eigen liefdeswens in vervulling laten gaan. En terug naar de studio. Nou, aan dat grote hart op de muur was te zien dat Kate Lee alvast een heel goed voorbeeld heeft gegeven, excuus, om de liefde te verspreiden via de muren. Hey, Guusje, we gaan weer verder. En ik ben ontzettend benieuwd, want ik heb een artikel over jou gelezen waarin jij beschrijft dat het in de samenleving veel meer gaat om wie je bent dan wat je kunt. En ik ben heel benieuwd, kun je dat uitleggen waarom je dat denkt en hoe dat zich verder gaat ontwikkelen naar jouw mening? Zo, dan stel je even een vraag. Dat klopt. nou, heb je even. Nou, het punt is, we zijn nu eenmaal met heel erg veel mensen. Mm-hmm. En vroeger was het zo dat je een studie deed en er kwamen 10 afgestudeerden vandaan. En dan was je een professor dit en ging je doorstuderen en was je zeg maar geleerd en had je een universitaire studie. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben zoveel mensen hetzelfde blaadje in handen en zoveel mensen dezelfde dingen gedaan. Zelfs backpacken is niet echt meer iets zeg maar, bijzonders. Van, oh, je bent ook naar Thailand geweest. Terwijl de ervaring is geweldig. Ja. Maar het gaat dus om dat heel veel mensen hebben zo meteen dezelfde route bewandeld op papier. Mm-hmm. Alleen, dus ik denk dat het steeds meer belangrijker wordt dat we van het papiertje afgaan en gaan kijken, oké, met wie voer ik het gesprek nou? Ja. Wat voor persoon is dit? Hoe zou die zich nog kunnen ontwikkelen? En dat bedoel ik dus, het gaat niet meer zozeer om wat je kunt, want iedereen kan heel veel dingen aanleren. Mm-hmm. Het gaat erom, inderdaad, wil je het aanleren? Wat wil je leren? Met wie wil ik dingen gaan doen? Met wie wil je? Hoe werk je samen? Ben je samenwerker überhaupt, ja of nee? En dat je als bedrijf ook steeds meer gaat kijken naar hoe kunnen wij onze familie aanvullen? Ja. En hoe kunnen we ons teamverband versterken, zodat we ons doel bereiken in plaats van... En dat we je persoon daarin mee kan laten ontwikkelen. En is er een juiste manier om jezelf te zijn, zeg maar? Want ja, er zijn ook mensen die hierdoor achter zullen blijven, zeg maar. Die hebben ontzettend veel talent, maar die zijn misschien verlegen, onzeker. Ja, ik geloof, je bent altijd jezelf. Je kan ook niemand anders zijn. Ik kan niet even jouw masker opzetten en oh, nu ben ik die. Nou, toevallig. Maar ik snap het gevoel wel dat je niet jezelf volledig kan uiten. Mm-hmm. En ja, dat is vaak een onzekerheid die in de weg staat. Vragen die voor jou misschien nog niet beantwoord zijn. Ja. En dat is inderdaad, het is dus eerder een ontdekkingsreis. Maar je bent er al wel gewoon. Dus het enige wat je kan doen is kennis vergaren van jezelf en gewoon vragen, wat straal ik nou uit? En is het dan puur zeg maar een soort ander soort gedachte dat je moet hebben? Een soort switch, dat je dingen positief bekijkt in plaats van negatief, waardoor je dus in die onzekerheid zou blijven hangen? Of? Ja, ik denk positief en negatief denken is weer iets anders, want het is ook iets wat jouw karakter heeft, ja of nee. Mm-hmm. Het gaat er gewoon om dat je dus jezelf vragen gaat stellen als in, hey, kijk ik vaak positief naar dingen of ben ik eigenlijk redelijk cynisch? En dat is prima als je cynisch bent, maar dan weet je dat wel. Ja. En dan kan je dat ook gewoon uiten tegen mensen. Dus als jij dan een uber-positieveling over tegenover je hebt, kan je gewoon zeggen van, ja, ik ben zelf een beetje cynisch. Nou, prima, dan heb je dat verwachtingsmanagement bij elkaar. Ja, dan weet je wat je, ja, precies. Precies, weet je wat je aan iemand hebt, ja of nee. En als je dan het zicht hebt van, oké, dit ben ik, zo zit ik in elkaar, dit zijn mijn waarden, hier hou ik van, dit wil ik in mijn leven. Mm-hmm. Dan kan je kijken, oké, maar waarin wil ik mezelf dan nog ontwikkelen? Dus dat bedoelen wij met leer jezelf eerst kennen en bouw die fundering van je persoonlijkheid. En ja, dan kan je verder groeien. Nou, dit zijn, ja, ik sluit me hier volledig bij aan. En jij hebt ook aangegeven dat je dit wil verspreiden, dat je meer mensen dit wil laten weten, dat je ook zelfs bij scholen zeg maar dit wil introduceren. Ja. Zijn er ook andere manieren als bijvoorbeeld een boek schrijven dat je dit wil gaan doen? Ja, ik doe dat vanuit mijn eigen
bureau echt met trainingen geven. Okay. Alleen onze focus is nu wel vooral gaan naar bedrijven. Omdat ik had bij Fontys Hogescholen heb ik een traject lopen. Mm-hmm. Alleen ik merk gewoon dat de noodzaak bij studenten is nog niet zo hoog. Want het blijft een verplicht. In ieder geval de manier hoe we het nu hadden gedaan, dachten we van ja, zo werkt het niet. We moeten niet nog een les zijn bij het curriculum. Want weet je, ik ben ook student geweest. Dan dat, zeg maar. Ja, weet je, ik kwam ook maar naar 10% van de lessen of zo. Dus ik ken het. Dus ja, we willen het wel aanbieden, zeker bij jongeren die dus of net afgestudeerd zijn of in het laatste jaar. Maar we hebben nu zelf een zoektocht. Oké, hoe gaan we dat dan zorgen dat het waardevol is voor de mensen die het ook echt willen? Oké. Nou, dat is ontzettend mooi. Ja, ongelooflijk bedankt. Ik wil je ontzettend bedanken dat je er was vandaag. Voor de rest, natuurlijk, lieve kijkers, laten we jullie natuurlijk niet van ons gebabbel vragen. En ik ben ontzettend benieuwd wat het jouw antwoord zal gaan zijn. Want het is een hele spannende deze week. Okay. Op welke leeftijd, Guusje, heb jij voor het eerst gekust? Oh nee, die is best makkelijk. Oh. Ik hou dit bij. Oh, ja? Lijstjes, ja. Het is verschrikkelijk. Okay. Ik heb zo'n heel groot boek met allemaal lijstjes met mensen die ik gezoend en gesext heb en zo. Nou, dat is goed om te weten voor de kijkers, oké? Ja, ik ben op mijn 14e ben ik ontgroend. Okay. Dat was echt super gênant, want onze neuzen botsten. Mm-hmm. En we hadden geen idee wat we aan het doen waren. Mm-hmm. Dus ja, dat. Nou, op 14 jaar. Dat kan ik precies over meebrengen. Ook 14 jaar. Ja. Enorm bedankt voor het kijken. Volg ons op Facebook en Instagram om de hele week op de hoogte te blijven. En dan hoop ik jullie graag allemaal volgende week weer terug te zien. Ik was 12. Ja. 2013. Oh, was ik heel laat mee. Echt 16 of zo. Ik denk dat ik 12 of 13 was. Ik kan bijna niet meer. Ik denk jaren 17, 18. Wij liepen achter, hè? Die generatie. 18. 15. 18. Ja. 11. Mijn eerste zoen. Ja, in mijn jonge tijd was dat nog niet zo vroeg als nu. Ik meen dat ik toch wel 17 was. Ik denk 14. Dat 14 mijn eerste seizoen was. 13. Ja. 12, 13. Maar die ik echt bij mij serieus bij is gebleven, was ik 15. Die heb ik nooit gehad. Nee. Goed antwoord.